Marrakesh, 's ochtends vroeg. Onze eerste nacht in Marokko hebben we doorgebracht in een eenvoudig, sfeervol hotel. We beginnen deze dag met een ontbijt in de rijk versierde eetzaal. We blijven niet lang in Marrakesh, want aan het eind van de week zullen we er weer terugkomen. We hebben er trouwens geen tijd voor. Ons doel is het gebied ten oosten van de Hoge Atlas. In dit uitgestrekte gebied willen we de woestijn, oases, kasbahs en bergen bekijken. We hebben het Marrakesh verlaten en zijn nu op weg naar Ouarzazate. Voor Ouarzazate gaan we naar een stadje, Ait Benadou. En we zullen nu de Hoge Atlas over moeten. We nemen een pas die ongeveer op 2260 meter ligt. In de Hoge Atlas komen we verschillende fysisch-geografische verschijnselen tegen. Op sommige plaatsen zijn zoutkorsten in het landschap aanwezig. Soms ligt er zoveel zout dat het lijkt alsof er sneeuw ligt. Met het opstijgende grondwater is het zout omhoog gekomen, waarna het water door de warmte is verdampt. Het zout is vervolgens achtergebleven. De verwering van gesteente is in dergelijke droge gebieden enorm. Dit is onder andere een gevolg van de grote temperatuurverschillen. Overdag wordt het gesteente sterk verwarmd, waarbij de temperatuur in de zomer en in de zon kan oplopen tot 70 graden. 'S Nachts is het echter veel kouder. Paal versnelt hier de verwerende krachten bij zandsteen, een gesteente dat duidelijk niet erg stevig is. Wat ja, voordat die weg is, maat. Echt. Ja, kijk. Zo gebeurt. Bij een ander soort gesteente zou dat honderden jaren duren. Ja. In schoolboeken wordt vaak gesproken over artesische bronnen. We komen er inderdaad een tegen. Men heeft hier een waterbevattende, poreuze laag aangeboord en het water stroomt vanzelf naar buiten. Dit water is al in de berg in het poreuze gesteente terechtgekomen. Het kon deze laag niet verlaten, doordat er ondoorlatend gesteente boven en onder lag. Het wordt naar het oosten toe steeds droger en kaler. We bevinden ons hier al in de woestijn. Niet in de zandwoestijn, maar in de rots- en grindwoestijn. Regenen doet het hier niet vaak. Toch zijn er veel erosievormen te zien. Stromend water heeft de bergen indrukwekkende vormen gegeven. Dat lijkt vreemd, maar als het hier regent, dan valt het water meestal in korte, hevige buien naar beneden. En planten die het water tegenhouden zijn er nauwelijks. Het water kan op veel plaatsen niet wegzakken en schuurt het gesteente daardoor uit. De mensen wonen in dorpen en stadjes. Deze hebben bijna dezelfde kleur als de bergen eromheen. In ieder dorp is een moskee aanwezig.
en natuurlijk een school voor de vele kinderen. Zo. Moet jij geen briefje halen? Mij ben je te laat. De nederzettingen zijn ontstaan bij oases. Het Marktplein is het centrum. Hier vindt de handel plaats en ontmoeten de mensen elkaar. In veel dorpen ligt een kasbah. Het woord kasbah is een verzamelnaam voor verdedigingswerken in de Arabische wereld. Hier zijn het de versterkte huizen van de verschillende Berberstammen. Tot in deze eeuw moesten de kasbahs de bewoners en hun eigendommen beschermen tegen de aanvallen van plunderaars. In dit deel van Marokko zijn er nog tientallen te vinden. Het bekendst is wel het dorp Ait Benadou. De meeste kasbahs zijn vierkante gebouwen met op iedere hoek een toren. De muren zijn soms van steen, maar meestal van aangestampte leem gemaakt. De bouwstijl schijnt duizenden jaren oud te zijn. De leme muren hebben sterk te lijden onder de harde regenbuien. Als ze niet goed worden bijgehouden, blijft er niet veel meer van over dan enkele leme heuveltjes. Na Ait Benadou trekken we verder. Onderweg zien we in de verte een van Marokko's stuwmeren liggen. Ons volgende reisdoel is de Todra-kloof, een kloofdal met wanden van 300 meter hoog die soms niet verder dan 10 meter van elkaar liggen. Het water in dit dal is afkomstig uit de Hoge Atlas. Hier en daar komt het vanuit het gesteente naar buiten.
Op verschillende plaatsen gebruiken boeren het water voor de bevloeiing van kleine akkers. Het Kloofdal is zeer in trek bij toeristen die van een avontuurlijke vakantie houden. Als het veel geregend heeft, kan het water hier flink stijgen. Gelukkig staat het water niet te hoog als we vertrekken vanuit ons hotel. Als we het waterrijke dal verlaten, zitten we meteen weer in het droge gebied. Hier zien we herders met hun schapen, geiten en kamelen. Soms bestaat het landschap uit uitgestrekte vlaktes, bedekt met stenen. Bij een woestijn denk je meestal aan een zandwoestijn. Maar heel veel woestijnen bestaan uit stenen. Dit soort oppervlakte dat noemen we desert pavement. Het zand is weggeblazen en de stenen blijven over. Maar als je de stenen weghaalt, dan zie je daaronder ligt dus wel degelijk nog wat zand. Waar blijft het zand nu? Ja, dat wordt allemaal weggeblazen en dat zal uiteindelijk in de Sahara terechtkomen. En dan zien we ze in de verte liggen. Grote gele zandduinen. Het zijn de zandduinen van Erg Gheby, vlakbij de grens met Algerije. We gaan erheen. We gaan weer terug naar de bewoonde wereld, op weg naar het stadje Resani. Resani is een bijzondere stad met een zeer oosterse sfeer. Vroeger was het een verbanningsoord waar haremvrouwen, prinsen en prinsessen door de sultan naartoe werden gestuurd als hij ze in de hoofdstad niet kon gebruiken. Ook de schatkist van de sultan was hier ondergebracht en werd bewaakt door honderden gardesoldaten.
In het verleden was Rissani een belangrijke ontmoetingsplaats van karavanen. Hier werden goederen uitgewisseld zoals goud, voedsel en huiden. 100 jaar geleden werden hier op de markt nog slaven uit Donker Afrika verhandeld. Nog steeds is er 3 keer in de week een markt. Wij bezoeken de souk op donderdagochtend. We zullen na Rissani zo langzamerhand weer naar het westen moeten. Onderweg zien we geiten die in dit droge gebied op zoek zijn naar groen voedsel. De bevolking in Marokko is flink gegroeid. Daarom worden steeds meer stukken land gebruikt voor akkerbouw, waardoor er minder weidegrond voor schapen en geiten overblijft. Overbeweiding kan het gevolg zijn. Oases ontstaan op plaatsen waar genoeg water te vinden is. We hebben tijdens onze reis al veel oases gezien, maar we willen er graag één van dichtbij bekijken. Het is geen probleem om zomaar ergens een oase in te gaan. Het lijkt of we van de woestijn in de tropen terecht zijn gekomen. De dadelpalm komt het meest voor in de oases. Van de palm gebruikt men het hout, de bast en het sap. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de heerlijke, zoete dadels. Een goede verdeling van het kostbare water is zeer belangrijk. Het water wordt vaak omhoog gepompt, waarna irrigatiekanaaltjes ervoor zorgen dat het water overal in de oase gebruikt kan worden. Onder de palmen, beschut tegen de felle zon, worden kruiden, groenten en maïs verbouwd. Op weg naar Ouarzazate rijden we door de Anti-Atlas, een bijzonder ruig gebergte. In de buurt van Ouarzazate zijn veel speelfilms opgenomen. Eén daarvan is de film Mozes. Paul, mooi. Ja, niet alleen het landschap, maar ook de vangrail is van uitzonderlijke schoonheid. We reizen verder naar Marrakesh, met 600.000 inwoners de 3e stad van Marokko. De oude stad, de Medina, wordt nog steeds omgeven door een 12 kilometer lange muur. Er zijn ongeveer 20 poorten. Deze poort is gebouwd in de 12e eeuw en heeft de kenmerkende hoefijzervorm. Het centrum van de Medina wordt gevormd door de souks, de kleine straatjes waar de handel plaatsvindt. Net zoals dat in de middeleeuwen in de westerse steden het geval was, zitten bedrijfjes met dezelfde activiteiten vaak bij elkaar. Er zijn de souks van de metaalbewerkers, de timmermannen, de pottenbakkers, de slagers en de groenteboeren.
Aan de rand van de stad, waar minder mensen er last van hebben, zitten de stankverwekkers, in dit geval de leerlooiers. In grote stenen bakken worden de dierenhuiden bewerkt, onder meer met duivenpoep. Marrakesh is ook een stad van tegenstellingen. Zo is daar het enorm dure en luxe hotel La Mamounia, waar rijke Marokkanen en toeristen verblijven. Maar niet ver daarvandaan, aan de rand van de stad, vinden we de krottenwijken. Wie tot rust wil komen buiten de drukke stad, kan naar de Jardin Ménard gaan. De tuin stamt uit de 12e eeuw, maar de grote, vierkante vijver is in 1869 voor Sultan Abderrahman aangelegd. Lang heeft de sultan er niet van kunnen genieten. 4 jaar later verdronk hij in de vijver, na een tochtje met een stoombootje. Voor de laatste keer ondergaan we de sfeer van Marrakesh in de avond. De drukte op straat, de koetsjes, de warmte. De volgende ochtend zullen we vroeg vertrekken met het vliegtuig naar Amsterdam. تمنيت ان عايش معك غير انتي عايشة عايشة هيك وتموى عايشة